Als je wordt verdacht van een strafbaar feit, dan krijg je te maken met het Openbaar Ministerie, ook wel bekend als het OM. Jaarlijks behandelt het OM in Brabant duizenden strafzaken. Van winkeldiefstal tot moord en alles wat daartussenin zit. In deze speciale aflevering van Bureau Brabant kijken we mee op de ZSM Unit in Breda, waar ze kleine criminaliteit aanpakken. Er staan soms 20 zaken, soms 40 zaken, soms maar 3 zaken op ons bord. En die dagen zijn hartstikke hectisch. Maar ook moord en doodslag hoort bij de dagelijkse praktijk van het OM. Officier van Justitie Mariska Wijnbelt vertelt het verhaal van een trieste moordzaak. Waarom moest hij nou dood? Waarom heeft hij dat nou gedaan? Het was gewoon echt niet nodig geweest. Maandagochtend 29 maart, die dag werd Theo Kuipers in zijn eigen huis doodgeschoten. Wie doet er zoiets? Terwijl Theo Kuipers in de weide paarden voedert, slaapt rond 21:15 een man met een bivakmuts over zijn hoofd en een vuurwapen in zijn hand, ongemerkt via de zijdeur de boerderij binnen. Mevrouw Kuipers zit dan nog steeds aan de ontbijttafel. Ondertussen heeft Theo geen idee wat er aan de hand is en gaat naar binnen. Binnen treffen agenten mevrouw Kuipers aan. Ze is volkomen overstuur. Ze kon niets doen om haar man te helpen en moest toehoren hoe haar man werd neergeschoten door de indringer. Theo Kuipers bezwijkt ter plekke aan zijn verwondingen. Het was op een maandagochtend en ik was gewoon op mijn werk. En ik zat in een gesprek en mijn telefoon gaat, terwijl ik hem meestal uit heb staan. En toen op die dag stond hij nog aan. En ik krijg bericht en ik zie dat het mijn zwager is. En die meldt mij van, je ouders zijn overvallen en er is wat verschrikkelijks gebeurd. Even later belde mijn broer en die zei, je moet nu naar huis komen. En dan kom je in de straat aan en dan is het afgesloten en je ziet politie en je ziet linten en... Een agent die ving mij op en die zei, nou bereid je maar op het ergste voor. Precies, wat dan? Nou, die zei, je vader is overleden. Op 29 maart 2010 wordt de 76-jarige Theo Kuipers vermoord. Voor de echtgenote van Theo, voor zijn kinderen en kleinkinderen, begint een verschrikkelijke tijd. Hij was heel dol op zijn... kinderen, maar vooral ook op zijn kleinkinderen. Nou, de paarden waren zijn liefhebberij. Ja, hij was ook heel erg behulpzaam voor alle mensen in de omgeving. Je hoefde maar te vragen of hij deed het. Voor het Openbaar Ministerie betekent deze trieste gebeurtenis de start van een moordonderzoek. De start van de zoektocht naar de dader. De dader dacht dat er geld te halen was. En toen dat niet het geval was, of in ieder geval hij kreeg niks, werd die man doodgeschoten. Dus heel dat gezin werd ontwricht, ja, om niets eigenlijk. We hebben een volstrekt onschuldig slachtoffer, ook een heel kwetsbaar slachtoffer. Een bejaarde man die in zijn woning werd doodgeschoten. Waar zijn vrouw bij was, ook een mevrouw op leeftijd die door de dader werd gekneveld, werd vastgebonden. Ja, we hebben allemaal een vader en een moeder of een opa en een oma. En echt de daad op zich, en dat werd later alleen maar sterker toen er wel een verdachte was, de houding van die verdachte. Ja, dat brengt toch wel iets teweeg bij mensen, ook bij politiemensen. Net zo goed als bij de mensen die niet bij de politie werken. Ik heb veel zaken gehad in mijn carrière, maar deze blijft absoluut hangen. Een oude man die in zijn woning werd doodgeschoten en waarbij we in het begin geen idee hadden waar we moesten zoeken. Dus dan is iedereen gedreven en je hoeft mensen ook niet te motiveren om bij wijze van spreken een uurtje langer te werken, dat gebeurt. Je wilt iedere moord oplossen, maar in deze zaak was er toch wel, denk ik, bij de meeste van ons een soort extra motivatie om deze zaak echt, koste wat het kost, op te kunnen lossen. Het onderzoek komt snel op gang. Er wordt een TGO samengesteld, een team grootschalige opsporing.
Een team van rechercheurs dat, onder leiding van de officier van justitie, op zoek gaat naar de dader. De omgeving wordt afgezet, getuigen worden gehoord, sporen worden onderzocht en ook vanuit de lucht worden foto's gemaakt. Zometeen gaan we verder met het verhaal over Theo Kuipers. Nu eerst naar de ZSM-unit in Breda. ZSM is een nieuwe werkwijze. Sneller, vaak binnen 6 uur uitspraak, maar ook simpeler en secuurder. Zo wordt ook gekeken naar de oorzaak. Waarom pleegt iemand het strafbare feit? Op de ZSM-unit in Breda kijken we mee met de officier van justitie. Er komt van alles op het bordje van de officier. In deze tijd ook vuurwerkzaken. Op het moment dat er op straat iets gebeurt, de politie gaat acteren en iemand komt het bureau binnen. Op dat moment wordt er al contact gelegd met de ZSM-locatie. Die man die moet nog gehoord worden, heb ik begrepen. Oké. Er is een jongen van 17 aangehouden met een flinke partij illegaal vuurwerk. 44 kilo. Ja, klopt. En dan een... Via het zogenoemde telehoren, verhoren op afstand, wordt de eerste informatie verzameld. Daarna wordt de zaak doorgebeld aan de ZSM-unit. Ja, oké. Nou, het is fijn dat jullie die zaak inbellen in ieder geval. Vanaf dat moment wordt dus het Openbaar Ministerie betrokken bij de zaak. En gaan we ook bij de ketenpartners die op ZSM werkzaam zijn, informatie ophalen die van belang kan zijn in je keuze wat je met die zaak wil gaan doen. Het bijzondere is dat alles op de unit bij elkaar zit. Politie, het Openbaar Ministerie, de kinderbescherming, de reclassering, jeugdzorg en slachtofferhulp. Superkorte lijntjes dus en dat 7 dagen per week tot 10 uur 's avonds. Ik heb een zaak binnengekregen van een minderjarige. Het gaat over bezit van vuurwerk. Het is toch wel een flinke partij. En ik zag op zijn documentatie dat hij vorig jaar op zitting is geweest voor mishandeling. Heeft hij een werkstraf voor gehad en hij heeft jeugdreclassering gehad. Dus als jullie mij van informatie kunnen voorzien, dan weet ik hoe ik de zaken kan gaan afhandelen. Goed hè? Ja? Oké, dan hoor ik het zo graag van jullie. We hebben een jongen gehad die aangehouden werd met illegaal vuurwerk. In het verleden zou het zo zijn geweest dat de politie die zaak eigenlijk had afgehandeld en het procesverbaal had ingestuurd naar het Openbaar Ministerie. Dat is een minderjarige. 17-jarige jongen met vuurwerk. Ja, we zitten nu begin november. In het gunstigste geval zou die jongen misschien een keer op een zitting komen, ergens in mei. En zo'n zaak die hebben we nu gehad. En die jongen weet dus eigenlijk straks voordat het echt oud en nieuw is, al wat het hem gekost heeft om met dat illegale vuurwerk rond te lopen. En dat effect is natuurlijk vele malen groter. Ondertussen is de politie alweer op weg naar een volgende melding in de binnenstad van Breda. 307 wilt u rijden naar de Karrestraat 6 in Breda. Daar is een meerderjarige winkel die weg aangehouden. Het is te doen bij V&D. Ja, ontvangen die kant op. Terwijl de agenten naar de winkeldiefstal gaan, gaan wij terug naar de moordzaak bij het OM in Den Bosch. Officier van justitie zou het liefst 100 man op zo'n zaak hebben om voortgang te krijgen in zo'n zaak. En wij als politieorganisatie, de leiding zegt ja, maar ik heb maar zoveel mensen of middelen die ik in kan zetten. Nou, daar wordt overleg over gevoerd en als je het dan hebt over een team grootschalige opsporing, dan wordt daar soms dagelijks, soms wekelijks met die officier van justitie en haar pakketsecretaris overleg gevoerd van nou, waar staan we nu? En welke stappen gaan we zetten om vervolgens te komen tot een oplossing? Ja, en dan gaat zo'n onderzoek draaien. En wat gebeurt er dan? Er worden natuurlijk heel veel getuigen gehoord in de omgeving. Heeft u wat gezien? Dan is er een loopspoor door de weilanden. Vanaf de boerderij naar een plek waar een auto heeft gestaan die de buurt is opgevallen. Waar ook al over gebeld was naar de politie. Dan ga je dat verder bekijken. Dan zijn er bandensporen. Nou, die bandensporen die blijken dan te matchen met een auto die later is aangetroffen in Os. Dan ga je die auto natuurlijk heel goed bekijken. En zo ga je eigenlijk stapje voor stapje verder rechercheren. Totdat je uiteindelijk bij een mogelijke verdachte uitkomt. De grote vraag was, wie is er bij de familie Kuipers binnen geweest? Wie heeft de dodelijke schoten gelost?
Stukje bij beetje wordt het ene naar het andere scenario uitgesloten. Ook al wijzen sommige sporen naar één bepaalde verdachte, toch worden alle mogelijkheden opengehouden. Samen met het OM en andere partners hebben we ook brainstormsessies gehad en hypothese scenario toegepast. Waarbij we zeiden, ja, wat kan er nu gebeurd zijn en door wie zou dat gedaan kunnen zijn. En een aantal zaken hebben we uit kunnen sluiten en we kwamen steeds dichter bij onze verdachte uit en uiteindelijk is het dat ook geworden. Je moet het zien als een soort puzzel met 1000 stukjes. Elk puzzelstukje in elkaar kunnen leggen totdat die compleet was. Het wapen waarmee Theo werd vermoord blijkt heel bijzonder te zijn en kan daarmee het team op het spoor zetten van een mogelijke dader. Het is een Nagant revolver, een wapen dat bijna nergens voorkomt, een zeldzaamheid eigenlijk. En dan krijgt het rechercheteam interessante informatie. Wat blijkt, er is iemand die over dit zeldzame wapen kon beschikken. Daarmee is deze revolver, in combinatie met de unieke patronen, aan een verdachte te linken. Toen is er gekeken in de databank van alle Nederlandse misdrijven die zijn gepleegd in een bepaalde periode waarbij vuurwapens in het spel waren, in Duitsland en in België. En toen is geconcludeerd dat nergens bij een misdrijf waarbij een wapen in het spel was, gebruik werd gemaakt van dit type wapen met dit type munitie. Er waren meer aanknopingspunten, bijvoorbeeld de auto, die al eerder door buurtbewoners was opgevallen. Die auto werd later teruggevonden en door de technische recherche helemaal binnenstebuiten gekeerd. En niet zonder resultaat, want er werden haren gevonden. Langzaam maar zeker wordt er steeds meer duidelijk. Meer en meer puzzelstukjes vallen op hun plek. Het vertrouwen in een goede afloop groeit. Op meerdere momenten heb ik mij gerealiseerd, we hebben een goede te pakken. Eén moment is een telefoontje van het NFI. Waarbij de onderzoeker van het NFI zei, Mariska, ik denk dat we een match hebben. De dader droeg handschoenen, heeft dus ook weinig sporen achtergelaten. En toen kregen we opeens een match op een spoor, truitje van het slachtoffer. En dat matchte met DNA van deze verdachte. En dat was een ingewikkelde match, omdat het ging om een mengprofiel. Maar dat was wel een bericht waardoor ik dacht van ja, nu weet ik echt dat ik goed zit. Op dat moment waren we in ieder geval zeker van zijn rol. Hij was daar binnen geweest. Ook al wijzen veel sporen richting een bepaalde verdachte, dan nog is het niet zeker. Al het verzamelde bewijs moet onder de loep worden genomen. Kloppen nou alle puzzelstukjes die we hebben, alle bewijsmiddelen die we hebben vergaard, kloppen die nou allemaal met dit scenario? Zien we niks over het hoofd? Zijn er geen gaten? Zouden er geen andere verklaringen kunnen zijn voor de bewijzen die we hebben verzameld? Wat een ander licht zou kunnen werpen op dit verhaal? Dus dan loop je ook stapje voor stapje loop je het na in je hoofd. Van het moment dat hij dan binnenkomt in die woning. Op het moment dat hij naar het vrouwelijk slachtoffer loopt. Dat dan de man binnenkomt, dat hij hem meeneemt naar de slaapkamer. De schoten, het vluchten, die overvalauto, alles wat hij daarna doet. Hoe wij denken dat het gebeurt, dus past het ook met dat wat we hebben onderzocht. Omdat je, ja, je wilt niet iets over het hoofd zien. Je wilt zo graag dat deze zaak wordt opgelost. En je wilt zeker weten dat je de juiste dader hebt. Terug bij de ZSM-unit in Breda. Het leuke van dit werk is dat je heel veel verschillende zaken ziet. Je dag is hartstikke afwisselend. Je hebt geen flauw idee wat je 's morgens op je bureau gaat komen. Er staan soms 20 zaken, soms 40 zaken, soms maar 3 zaken op ons bord. Ik ben in ieder geval aanraden van winkeldiefstal. Houd in dat jij niet meer tot antwoorden verplicht bent en dat jij straks recht hebt op een advocaat voordat jij verhoord gaat worden. Is het voor jou de eerste keer dat je een diefstal pleegt? Per maand komen er in de unit vanuit de regio Zeeland-West-Brabant ruim 1200 verdachten binnen. Van de zaken die daarvan op de ZSM-unit binnenkomen, heeft meer dan de helft, 60%, binnen één dag een uitspraak. Dan weet iedereen snel waar die aan toe is en duurt het geen maanden voordat iemand voor de rechter moet verschijnen. Maar daarmee houdt het niet op, want ze kijken verder dan alleen naar straf. Ook iemands persoonlijke situatie krijgt aandacht. Hoe komt het nou dat iemand dit doet? En kun je, door de juiste hulp te bieden, voorkomen dat het weer gebeurt. Daarmee bereik je meer dan alleen maar te straffen. In het verleden was het zo, op het moment dat iemand de eerste keer een winkeldiefstal pleegde, dan kreeg hij een transactie van het Openbaar Ministerie.
De tweede keer dan legde het Openbaar Ministerie misschien een taakstraf op. En dan als hij voor de derde keer langskwam, dan, ja, dan kon je eigenlijk niet anders dan zo iemand een dagvaarding geven en hem naar de rechter sturen. En nu is het zo dat we elke keer op de individuele merites van de zaak kijken wat we vinden dat noodzakelijk is. Het, William 0307. Wij zijn met een winkeldief naar de Meikenbroek aan het rijden. Bij de V&D winkeldiefstal gepleegd ter waarde van, even kijken, totaal €47,84. Nee, het is geen first offender. Ja, dat gaf ze zelf aan, dat zou ik zeggen. De meeste zaken willen we afdoen in de tijd die daarvoor is op het moment dat een verdachte is aangehouden. En dat is binnen 6 uur. Zo niet, dan kan het zijn dat die termijn wat verlengd moet worden. Dan wordt de verdachte in verzekering gesteld. En dan hebben we in totaal 3 dagen maximaal om de beslissing te nemen. Maar dan proberen we alsnog om zo snel mogelijk het onderzoek rond te hebben om zo snel mogelijk een beslissing te kunnen nemen. Mag ik wel van mijn collega aan? Goedendag, met Sjoerd van Hout, ZSM. Op de unit wordt verder bekeken wat voor deze winkeldiefstal de beste aanpak is. Is iemand al bekend? Zijn er misschien problemen? De officier van justitie probeert binnen 6 uur zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Daar gaan we eigenlijk meteen mee aan de gang, zodat we die 6 uur die we hebben zo efficiënt mogelijk kunnen gebruiken. Dat op het moment dat mevrouw klaar is met het verhoor, eigenlijk heel snel al iets besloten kan worden. Dat ze niet zitten wachten op een beslissing. Goedendag. Ik ben hoofdofficier van justitie. Ik hoef mij geen antwoord te geven op vragen die al gesteld worden hier. Ook niet tijdens het verhoor wat straks gaat plaatsvinden. Wat had je weggenomen? Bij de V&D zou zij een broek en een blond tas gestolen hebben. Zij bekent dat ook, maar uit haar verhoor blijken best wel wat zorgen. Dus ik wil dat duidelijk even met de recassering bespreken om te kijken wat jij specifiek over haar hebt. Twee belangrijke dingen die daarmee bereikt hebben. In de eerste plaats doen we de zaken in zijn algemeenheid gewoon veel sneller af. En daarnaast zijn we ook veel selectiever in welke zaken we in het strafrecht willen afdoen. En waar we dus ook daadwerkelijk bijvoorbeeld de rechter in gaan betrekken. Ik begrijp dat het niet de eerste keer was dat je dit overkwam. Nee. Maar je hebt ook een hele hoop zaken die in het verleden wel zelfs tot aan de rechter toe in het strafproces kwamen. Waarvan we allemaal dan tot de conclusie kwamen van ja, deze zaak die hoort eigenlijk helemaal niet in het strafrecht thuis. En die filteren we nu aan de voorkant er allemaal uit. We gaan ons best doen, ja? Oké. De moord op Theo Kuipers. Om een zaak als deze rond te krijgen moet er zoveel mogelijk bewijs zijn. Bewijs dat de rechter overtuigt van de schuld. Dat degene die voor hem zit ook echt diegene is die het heeft gedaan, zonder twijfel. Om dat bewijs te leveren zet de officier van justitie zoveel mogelijk opsporingsmiddelen in. Een van die middelen is afluisteren. En dan is er ineens een doorbraak. Het kantelpunt waren de gesprekken die we konden opnemen tussen de verdachte en zijn echtgenote. Waarbij duidelijk zaken werden besproken die te maken hadden met het feit. En wij hadden een beloning uitgeloofd voor de gouden tip. Voor degene die de gouden tip zou kunnen aandragen van €20.000. En daar is nodig bekendheid over gegeven in programma's als Bureau Brabant. Een opsporing verzocht. En dan luister je een gesprek af waarin deze verdachte het met zijn vrouw heeft over de gouden tip. En dan zegt zijn vrouw iets dergelijks van ja, de gouden tip. En als ze jou dan straks aanwijzen, dan is dat de gouden tip. En dan denk je, zie je wel, we zitten goed. De officier van justitie moet met voldoende bewijs naar de zitting kunnen. Wij moeten dat vergaren voor haar. En er komt een moment dat je, na al die keer dat je overleg hebt, dat je zegt van nu hebben we voldoende om tot aanhouding te kunnen overgaan. Ook al heeft de politie in de moordzaak van Theo Kuipers een verdachte aangehouden, hij blijft verdachte en is nog niet veroordeeld. Daarover beslist de rechter. Tijdens de rechtszaak komen alle details weer voorbij. Iedereen beleeft de zaak weer opnieuw. Het leed en verdriet van de familie van Theo Kuipers wordt voor iedereen pijnlijk voelbaar. Ja, en op zitting vond ik ook een moeilijk moment. Het moment dat Jet Kuipers, de dochter,
de slachtofferverklaring voorlas. En we hadden het van tevoren doorgesproken, hè, van, nou ja, ga je het zelf voorlezen of laat je het iemand anders doen? Toen zei ze van, nee, ik ga het toch zelf proberen. En als het op enig moment niet lukt, dan neemt de voorzitter van de rechtbank en van de Kamer die daar zat het over. Dat was de afspraak. Het is tot op de dag van vandaag nog steeds onbegrijpelijk wat Theo en ons allen is aangedaan. De vraag waarom speelt steeds door mijn hoofd. Niet alleen het leven van mijn geliefde man is ontnomen, maar mijn hele leven en dat van mijn kinderen is ook ontnomen. Alles wat we op hebben gebouwd is kapot. De boerderij waar onze kinderen in zijn opgegroeid is nu niet meer mijn thuis. Ik wil zo graag dit afsluiten, maar dat lukt niet zolang dit proces loopt. Weer word ik herinnerd aan die zwarte dag. De angst die ik zelf heb gevoeld. Het ongeloof dat ik schoten hoor en even later Theo zie, die zo wit is dat hij niet meer in leven kan zijn. Maar het was voor haar natuurlijk heel zwaar, want ze moest naar voren komen. Die hele zaal zat vol met mensen. En dan zit zij op dat moment 2 meter van de verdachte. En dat is natuurlijk heel dichtbij. En dan begint zij die verklaring voor te lezen die zo indringend is, zo duidelijk ook aangeeft wat die verdachte heeft gedaan, wat de gevolgen zijn voor zoveel levens. Zo lang bij elkaar geweest en dan op zo'n brute manier afscheid van elkaar moeten nemen. Waarom is dit ons aangedaan? Ons leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Theo komt nooit meer terug. Ik moet nu verder oud worden zonder mijn man. En dit is heel zwaar. Lichamelijk gaat het niet goed met mij. Van binnen is alles kapot. Theo is er niet meer. En we hebben levenslang verdriet en pijn. Ik hoop dat degene die hier verantwoordelijk voor is, beseft wat hij mij heeft aangedaan. Het verdriet om het verlies van Theo is onverminderd. Het wordt echt niet minder. Misschien zelfs wel meer. En je ziet dan dat zij het steeds moeilijker krijgt. Dat het voor haar steeds moeilijker is om verder te gaan in die verklaring. En dat het uiteindelijk, dat het ook niet meer lukt. En dat de voorzitter van de rechtbank het dan van haar overneemt. En dan verder gaat. Dat is een heel moeilijk moment. Misschien ook wel een heel mooi moment. Een heel indringend moment. Maar ik denk ook wel iets wat ik eigenlijk nooit meer zal vergeten, dat moment. Ik ben blij dat ik het heb gedaan, maar ik vond het wel heel erg om te merken dat de dader, die heeft geen krimp gegeven. Hè, we hoopten toch wel dat hij, heel diep hoop je dat hij hoort wat we zeggen en hij zich realiseert wat hij ons heeft aangedaan. En dat gevoel hebben we niet gekregen. Want het is niet één slachtoffer, het is niet alleen mijn vader die is overleden. Het is ook mijn moeder die levenslang heeft gekregen. En wij hebben ook levenslang gekregen. Wij moeten hier ook mee dealen. De kilheid in de opstelling van de verdachte in de richting van de familie. Als je op het hof je half omdraait en zegt van ja, ik vind het heel erg voor jullie, maar ik heb het niet gedaan. Terwijl de bewijzen zich zo hoog opgestapeld hebben. Dan denk ik, ja, je kunt niet in iemands hoofd kijken, maar ik zou graag zien dat iemand dan tot het besef kwam en zegt van ja, ik heb hier niks meer te verliezen. Integendeel, en ik ben verplicht om die mensen toch die rust te geven die ze verdienen en ik vertel gewoon wat er gebeurd is. Waarom moest hij nou dood? Het slachtoffer was veel ouder, een bejaarde man. Hij was, de verdachte is 2 keer zo breed. Het slachtoffer had verder ook geen wapen. Zijn vrouw was vastgebonden. Dan neemt hij hem mee naar de slaapkamer, de verdachte, en dan schiet hij hem dood. En dan, ja, waarom heeft hij dat nou gedaan? Het was gewoon echt niet nodig geweest. Hij werd niet aangevallen of wat dan ook. Dus waarom heeft hij nou geschoten? Dat wil je zo graag weten. En dat willen de nabestaanden ook zo graag weten. En dat heeft hij niet willen vertellen. En dat is, ja, dat is toch heel onbevredigend. Op de ZSM-unit in Breda is het nog steeds topdrukte. Ook de winkeldiefstal wordt besproken. Wat heb jij voor mij in die zaak van een winkeldief? Uit verhoor komen toch wel wat zorgen naar voren. Ja. Er blijken problemen op psychisch en financieel gebied. Ja.
Gas en elektra is afgesloten. Ik wil graag mevrouw eventjes spreken, zodat we een goed advies kunnen uitbrengen. Ja, dus dan zou jij een uitgebreid rapport... Ja, dan maken we een uitgebreide rapportage op. Ja, dan vraag ik inderdaad een reclasseringsrapport aan voor de behandeling op de tomzitting. Ja, super. Oké. In dit specifieke geval is gewoon gekeken naar waarom pleegt deze mevrouw nou die winkeldiefstal. En is ingezet op met name het advies van de reclassering om te kijken op welke wijze zij daar het beste begeleid in kan worden. Omdat het effect wat je met je afdoening wil bereiken ook vooral gericht is op het voorkomen dat iemand opnieuw zo'n winkeldiefstal pleegt. Van de Ruit van de Recherche. Ik heb een bericht gekregen vanuit justitie dat u een vrijheid mag worden gesteld. Op het moment dat je naar buiten loopt, willen we eigenlijk dat je weet waar je aan toe bent. En we proberen dus die zaken ook binnen die 6 uur af te doen. Dat lukt niet altijd. Soms moeten er nog extra getuigen worden gehoord of meer onderzoek worden gedaan. In dit geval moet mevrouw zich in januari melden op een zitting van het Openbaar Ministerie. Daar krijgt ze te horen wat haar straf zal zijn. Een taakstraf, een geldboete of misschien geen straf. Maar dan bijvoorbeeld begeleiding door de reclassering om haar uit de problemen te helpen. En daarmee te voorkomen dat ze weer een diefstal pleegt. In het verleden duurde dat soms wel ruim een jaar voordat een zaak bij de rechter behandeld kon worden. En nu is dat eigenlijk 3 maanden maximaal. En alle andere zaken waar je dus de rechter niet bij nodig hebt, daar zijn we binnen een dag of binnen een week vaak al met een beslissing klaar. En dat heeft zeker effect, absoluut. Niet alleen effect voor de verdachte, maar ook voor de slachtoffers is er snel duidelijkheid. Bijvoorbeeld over de schade. Die is soms al binnen 1 dag vergoed. In dit geval zijn de spulletjes weer terug in de winkel. Mensen waren er eigenlijk al een beetje aan gewend dat dat heel lang duurde en dat het bureaucratisch en ingewikkeld en moeilijk was. En ze zijn echt verrast op het moment dat je dus op zo'n korte termijn ook al iets voor ze kan betekenen. Maar ook naar de verdachte toe. En voor de officieren die hier werken is dat wel een hele prettige manier van werken. Je hebt voor een heel groot gedeelte bij kunnen dragen aan de oplossing van het probleem. De kans dat de gemiddelde burger met dit soort criminaliteit in aanraking komt is vele malen groter dan dat je bij een moord of zo'n zaak betrokken bent. Dus uiteraard is de impact van zo'n hele grote moordzaak voor de betrokkenen heel heftig. Maar ook het feit dat je autobanden lek gestoken worden of dat je fiets gestolen is, dat is wel impact die zo'n strafbaar feit op jou als slachtoffer of jou als burger kan hebben. En daar een bijdrage aan te kunnen leveren, dat op een goede, efficiënte en ook een manier wordt afgehandeld die recht doet aan de belangen van zowel het slachtoffer als de dader die daarbij betrokken is. Dat vind ik een hele mooie manier om mijn werk als officier vorm te kunnen geven. Ik heb 25 jaar geëist en dat doet natuurlijk iets met je als je zoiets eist. Maar het geeft vooral ook heel veel voldoening om het te kunnen eisen. Omdat je vindt dat het zo passend is op wat iemand heeft gedaan. Je bent natuurlijk zo lang bezig geweest met het oplossen van zo'n zaak, maar uiteindelijk gaat het erom, niet alleen dat de juiste man die dit gedaan heeft wordt gepakt, maar ook dat hij een straf krijgt dat recht doet aan niet alleen de ernst van wat hij heeft gedaan, maar ook recht doet aan het gevoel van slachtoffers. Dat er gewoon iets van vergelding mag zijn. De houding van een verdachte draagt daar echt aan bij. De kilheid, dus het ontkennen tegen de klippen op. Alles bij elkaar komt uiteindelijk in je hoofd tot een eis waarvan je op dat moment ook echt vindt, en dat vind ik trouwens nog steeds, dat een passende straf is. Als je een 25, 30 jaar dit soort zaken behandelt, dan is dit wel een zaak die blijft hangen. En waar je als politieman wel een warm hart van krijgt in die zin, dat je zegt ik heb toch de familie die rust kunnen geven, ondanks dat de verdachte nooit heeft gezegd dat op het laatste moment van waarom het een en ander is gebeurd, dat zou ik altijd nog graag willen weten, met name voor de familie. De feiten veranderen niet. Hè? Mijn vader is overleden, mijn moeder zit in een verzorgingshuis. Iedereen heeft zijn verdriet. Maar het feit dat er gerechtigheid is en iemand daarvoor
in de bak zit om wat hij gedaan heeft. Maar meer nog, voor mij althans, om de maatschappij te beschermen. En andere mensen te beschermen tegen al dit leed. Dat is wel, klinkt misschien een beetje raar, maar een fijne gedachte. Ik ben officier van justitie geworden, denk ik toch vanuit een behoefte om iets te doen aan, een groot woord hoor, maar rechtvaardigheid. Waarbij ik het vooral heel belangrijk vind om op te komen voor kwetsbare mensen. Mensen die slachtoffer zijn. Van mensen die hen iets aandoen omdat ze er zelf beter van worden, maar geen oog hebben voor het leed dat ze toebrengen. En dat zijn elementen die heel erg natuurlijk ook in deze zaak zaten. Hè? Een bejaard echtpaar in het buitengebied. Ze konden zichzelf niet verdedigen. Ja, dat doet iets met je. En dan wil je ook zo graag dat er recht wordt gedaan. Dat die dader wordt gepakt en dat die wordt gestraft. En dat is dan wel heel mooi, dat als je dan uiteindelijk het vonnis hoort van de rechtbank. En ze veroordelen die verdachte, ze leggen hem die straf op. Dat je het gevoel hebt van er is recht gedaan. Dat is uiteindelijk wel het doel waarom je ooit voor dit vak hebt gekozen. En in deze zaak lukt dat dan ook. De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf van 25 jaar. In hoger beroep spreekt de rechter een straf uit van 22 jaar. Tegen die uitspraak is nu door de verdachte cassatie ingesteld bij de Hoge Raad. Thank you.